Wat er vorige keer gebeurde in Henkie zijn video. Video. Ik wil toch ergens een hamer halen, hè, weet je. Dus dat doen we dan maar hier. Geef me alle donuts die je hebt. Ik wil ze allemaal hebben. Maar ik weet het niet. Ik weet niet waarom je dat deed. Oh, politie! Oh jee! Oh nee! Oké. Het is heel simpel. We vragen heel duidelijk iets en dan ga je naar luisteren. Ja, rustig aan. Alles zit op slot hier. Ja, natuurlijk. Als we jou opsluiten, moet alles onder vangen. Opsluiten? Hoezo ga je hem opsluiten? Ik naar de verhoorkamer. Kom. De alarm doet in zijn billen gaan af. Je bent mijn celmaatje. Nee. Nee, zelf. Niet je celmaatje. Draai. Wat moet ik nou allemaal doen? Dit is mijn cel. Ze hebben de eerste cel gegeven. Kijkers, jullie moeten me alsjeblieft helpen met ontsnappen. Hoe kom ik hier nou ooit weg? Beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. We zitten nog steeds vast in de gevangenis. Maar we hebben wel gewoon de 70.000 abonnees behaald. Dank jullie wel. Ah, wat jottem leuk. Dank jullie wel voor de 70.000 abonnees. Doe maar een duimpje omhoog, gaan we 2.000 likes. Maar jongens, de celdeur gaat open. Oh, wat leuk. Dat doet ze die altijd eigenlijk de hele tijd op. Maar we zitten nog steeds in de gevangenis. Het is al zo lang geleden. Maar ik wilde helemaal geen boontjes. Ik wilde nootmuskaatkoekjes. Waarom krijg ik die nou niet? Die wil ik zo graag hebben. Ik ga even kijken of de deuren alweer open zijn, hoor. Kijk eens, want het is toch zo saai hier altijd binnen. Ik ben hier al zo lang binnen en ik kan telkens maar niet naar buiten, want het is zo rustig. De deuren zijn open. Dit is de eerste keer dat ik naar buiten kan. Oh, kijk eens, wacht, ik moet trainen. Kijk eens, ik ga een plan bedenken, dus we moeten trainen. Ik heb me hier op voorbereid, kijkers, jullie hebben het misschien niet doorgehad. Maar ik heb echt getraind voor dit, ik heb hier echt heel erg voor getraind. Ik snap nog steeds niet dat ze geen posters van donuts hebben opgehangen. Ik heb het zo vaak aan ze gevraagd. Gewoon posters plaatsen voor posters van de donut. Kom op, hé. Ik ben er klaar voor, kijkers. Oh, 3. Denk aan donuts, Henkie, denk aan donuts. Oké, kijkers, het is tijd. Het is tijd om te ontsnappen. Mijn ontsnappingsplan, die gaat in de werking nu. Ho, zagen jullie dat? Dat mag jullie eigenlijk helemaal niet zien. Oké, daar gaan we. We moeten snel zijn. Oh, schuilen. Schuilen achter dit paaltje, dan zien ze me niet. Oké. Kijk eens. Ik heb mijn donuts op mijn schouders, heb ik als power. Dit is de ontsnapping, de echte ontsnapping. Oh, wat is het eng. Kijk eens, ik heb samen met de celmaatje hier gezeten. Hij is inmiddels zo weg. Ik mocht hem niet filmen, zei hij. Want als ik dat wel deed, zei hij dat hij mijn armen van mijn lichaam eraf ging trekken. En ik heb die nodig om te monteren. Maar die man, die heeft me wel gewoon een ontsnappingsplan laten zien hier. Oké, snel rennen. Rennen, Henkie, je kan het. Snel. Oké. Ik kan niet kijken. Ik film het stiekem, want ze hebben niet mijn camera afgenomen. Hier is het, kijkers. Dit is de plek. Dit is de locatie. Wat gaan we doen? Oké, ik ga dit even goed bestuderen. Want volgens mij kan ik hier overheen springen. Kijk eens, dit moet ik wel goed voor jullie filmen. Ik moet dit wel goed voor jullie filmen, hè. Goed film, dan gaat het fout. Oké, kijk eens, jullie, ik ga van hier naar daar springen. Zijn jullie klaar voor die 3, 2, 1? Oké, we hebben het gehaald. En we hebben het gefilmd. Oh, nu moeten we voorzichtig zijn. Oh, ik dacht dat ik iemand zag, maar het is een blauwe ton. Oké, snel doorrennen, kijk eens. Het is zo spannend, oh, wat moet ik doen? Oh, het alarm gaat af, ze zijn me aan het zoeken. Kijk eens, ze zijn me aan het zoeken. Ik moet nu snel zijn. Ik moet nu rennen voor mijn leven. Oh, het is zo spannend. Ik weet niet wat ik moet doen. Snel, rennen. Oh, is er niemand? Die toren misschien. Ja, ga naar die toren toe. Die toren, dat wordt hem. Die toren wordt mijn ontsnappingsplan. Ik moet schuilen, want alles gaat af. Ik moet echt schuilen nu, kijkers. Snel springen erin, Henkie. Voorzichtig. Oké. Nou, eens gauw, dat is zo! Dat durf ik helemaal niet! Oké, kijk eens. We gaan voorzichtig naar buiten. We moeten een ontsnappingsplan bedenken. Want we zijn eigenlijk soort van al een beetje bijna ontsnapt. Misschien kunnen we naar dat gebouw springen. Is dat mogelijk? Nee, dat redden we niet. Kijk eens, wat moet ik doen? Kijk eens, de sirenes gaan af. Oh, het is veel te spannend. Wat moet ik allemaal doen? Kijk eens, ik denk dat ik een idee heb. Mijn plan is om naar beneden te springen. En ik heb na al mijn Henkie autocrashes
zo'n goede rug gekweekt die alles aan kan. Elk pijntje en stootje kan die aankijken. Dus ik kan dit. Daarom, we gaan het doen. We gaan het doen, kijkers. We gaan springen. Want ik weet dat ik dit vast wel overleef. Ik ga dit 100% overleven in 3, 2, 1. Ja! Zoveel pijn. Lekkere donuts en ook muskaatkoekjes. Waar ben ik? Oh, ik moet rennen. Ik ben natuurlijk al snel op te rennen, kijkers. Oh, ik moet snel zijn. Oké, schuilen. Schuilen, Henkie. Oh, de toeters en bellen gaan weer af. Oh, nu moet ik echt snel weg. Waar kan ik heen? We moeten snel dit veld in, kijkers. We gaan het doen. We gaan dit veld in redden. Oh, ik bloed redelijk, kijkers. Het doet wel echt heel veel pijn. Ik moet echt snel doorrennen. En ik moet snel naar een ziekenhuis of een dokter toe. Want die val die was... Oh, wacht trouwens. Ik heb lekker gewoon mijn broodjes die ik ook ziek kan eten. Ah, lekker broodje. Ah, eet een broodje. Lekker. Alsnog moet ik wel echt naar het ziekenhuis, want ik bloed wel echt te veel. Ah, lekker flesje water. Dat helpt ook een beetje. Meneer, ik leen even uw auto, hoor. Maak je geen zorgen. Kijkers, ik heb een auto gemonteerd, maar er zit politie in het achterbaan. Help! Oh nee! Oh, ik had even snel gevraagd aan deze man of ik zijn auto mocht lenen, maar er zit gelijk weer politie achterbaan. Oké, kijkers, nu gaan we niet stoppen. Nu wordt het moment om deze politie gewoon te snel af te zijn. Kijkers, dit is het. Dit is het moment. We gaan deze politieman te snel af zijn. Oh nee! Oh, dit had ik niet moeten doen. Kijkers. Oh, dit is toch niet zo slim van mij. Dit is toch helemaal niet zo slim van mij geweest. Oh, pas op! Oh, pas op, meneer. Au. Oh, pas op. Pas toch nou eens op, hé. Dat gedoe telkens van jullie. Zo, hé, jongens. Ah, helemaal niet leuk. Oh, oké. Wat moet ik toch doen, kijkers? Oh, ik word een beetje duizelig. Au. Meneer, handen laten zien. Handen, welkom. Laat je handen zien. Oké. Handen laten zien. Ik ben duizelig, meneer. Wacht even. Ja, even je handen laten zien. Zitten blijven. Geef me dat een beweging maken. Is dat begrepen? Ik maak geen beweging, meneer. Helemaal geen. Ik werd zo duizelig ineens. Ah, het gaat al wat beter, meneer. Meneer, het gaat beter met me. Maak er maar geen zorgen. Het gaat beter. Wat is er gebeurd? Heb je wapens bij? Ik heb helemaal niks bij me. Ik had een hamer, maar die is nog steeds niet teruggegeven. Heb je nog ergens last van? Ja, een beetje van mijn hoofd, mijn schouders, mijn nek en schrammetjes hier en daar. Maar... Denk je dat je uit kunt stappen? Ik denk het, misschien. Zal ik het proberen? Ja, probeer maar even voorzichtig. Als u niet te veel last heeft van uw nek en zo, dan kan het misschien. Oké, ik stap er even uit. Ik had mijn gordel om, dus dat was toch goed. Gaat u maar even liggen. Ja, weet u precies waar u ongeveer in de buurt van bent? Wat er gebeurd is? Ik denk volgens mij was ik onderweg. En toen kwamen jullie achter me aan. Oh, het gaat niet snel. Maar toen kwamen jullie achter me aan en toen dacht ik dat we gingen racen. En toen werd ik heel duizelig ineens. En toen werd ik eigenlijk wakker hier, zo. Wat ik ga doen is, ik ga even eerst even beginnen met de wond op uw arm. En dan ga ik even ontsmetten. Oké. Ja, ik kan even prikken, moet u even doorbijten, ja? Oké. Auw! Ah! Maar dan heb ik nog een vraag. Gaat het goed komen met mijn auto? Hé, wacht eens even. Dat is helemaal niet mijn auto. Wie's auto is dat? Die had hij gestolen, meneer. Echt? Ik mocht hem van hem lenen. Besef, ik kan het komt allemaal weer een beetje terug. Lenen? Oké, doe ik er even een mooie pleister op. Had ze nog voorkeur? Heb je er een van donuts? Even kijken, ja. Een soort van. Ja? Maar het is eigenlijk voor kinderen, meneer. Wilt u toch daar komen? Ik wil hem heel graag, ja. Nou, loopt u maar voorzichtig mee naar mijn dienstvoertuig. Ga ik u even langs zieken. Is goed. Is goed. Kijk, ik doe ook alsof ik een stuur vast heb. We zitten in de politieauto. Meneer, ik moet u bij deze ook wel mededelen dat als u in het ziekenhuis bent, dat u wel wordt aangehouden. Aangehouden? Ja, want u bent er vandoor gegaan voor ons. U heeft een voertuig gestolen en u heeft een burger mishandeld. Oké, je kunt wel lopen, hè? Ja, voorzichtig, joh. Aanmelden hier bij de balie. Dan... Ja. Gaat u er ook vasteen dan? Ik ben bang in mijn eentje. Au, meneer. Wilt u mijn hand vasthouden? Nou, nee. Ik voel me eigenlijk al een stuk beter. Oké, nou, dat is super, maar ik ga u nu wel aanhouden. Dus... Aanhouden, meneer! Dus u bent in ieder geval niet tot andere woorden. Meneer! Recht bij deze. En u heeft recht op een advocaat. En mijn dodus dan? Ja, daar heb ik niks mee te maken. Meneer, ik ga u even fouilleren nog. Heeft u de bui waar ik me aan kan masseren? Ik heb niks bij me.
Nou, loop even een deur verder en dan ga ik je daar veroordelen, ja? Oké. Okay. Hé, hey, hier is de politie. Oh, wat ziet daar? Wat handig dat dat naast elkaar zit. Ga even door. Meneer, u zult in ieder geval de celstraf krijgen voor die mishandeling van de burger. Celstraf? Ik... Ah, ja, nee, en, niet weer. En een boete. En een boete? Oh, maar dat kan wel goed. Maar weer een celstraf. Ik was er net uit. Bent u dan degene die is gevlucht van de gevangenis? Oorspronkelijk kwam er ook op een melding van dat iemand zou willen ontsnappen uit de gevangenis. Bent u dat dan geweest? Nee, dat was ik niet, nee. Meneer, ik hoor een beetje verontwaardiging in uw stem. Dus dat is 13 plus 8 is 21 maanden celstraf. Krijgt u dan? Totaal? Nee, niet weer. Ik was er net uit ontsnappen. Ik bedoel, ik was er net uit veilig uitgekomen. Ja, ik vind het toch een beetje raar hoe ik praat, meneer. Oh, we zitten 20 maanden weer. Of 21 maanden cel zitten we weer. Waren we net ontsnapt? Hebben we wel een nieuwe cel? Oh, dan kan ik het toch weer makkelijk uit. Laatst zat ik in die cel. Kijk, dat is mijn oude cel. Nu zit ik hier. Dit is mijn nieuwe cel. Nou, hé. Ben ik net uit de gevangenis ontsnapt? Zit ik er weer in? Moet ik weer ontsnappen? Oh, nee. Ja.